Hallo, ik ben Peter Slabbink en ben jeugdauteur. En een paar jaar terug heb ik samen met mijn vrouw Veerle Jacobs een kunstdoekboek voor kinderen uitgebracht. En dat is nu terug uit en het heet Och, het is maar een Van Gogh. Dat is een verhaal over Van Gogh en een kippenhok, maar ik wil het even hebben over koeien. Er is namelijk een schilder, Marc Chagall, en die schilderde ooit blauwe koeien. Dus koeien in deze kleur. Een andere schilder, Jean-François Millet, die schilderde dan weer zo'n realistische koeien dat de mensen begonnen te denken dat zijn schilderijen naar mest roken, wat dus niet het geval was. Zo hebben we een tal van verhalen in elkaar gestoken en iedere keer hoort daar een opdracht bij. En de opdracht bij dit verhaal is: vraag aan mama of je even haar parfum mag lenen, spuit een klein beetje van het parfum in het rond en bedenk hoe de koe er zou uitzien die naar dit parfum ruikt. Maak vervolgens een portret dus van de koe. Er staat ook nog een handige tip in hoe je je penselen beter kan verzorgen. Dit allemaal en nog vele andere verhalen in Och, het is maar een Van Gogh.